Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreken we de eerste hints en theorieën van aflevering 2. We bespreken onder andere een gekke actie van Nabil, Aniek en Soy, de kunstgreep van Sander en in de biechttijd van de kandidaten waarin wederom iets geks opvalt. Laten we beginnen bij opdracht 1. Het viel natuurlijk erg op dat Nabil, Aniek en Soy twee brancards hadden en het team van Anke, Jurre en Sander er heel lang geen eentje konden vinden. Ze halen uiteindelijk wel veel geld op. Dus wat je hiermee kan is natuurlijk best wel lastig. Wel ga ik Nabil heel erg in de gaten houden vanaf nu. Aangezien hij uiteindelijk ook nog eens wordt afgeschoten door de drone. Dit is Tim. Dit vind ik goed voor jou. Hou vast. Met elkaar. Pakken. Spreiden. En dan? Ja, dan gaat hij weer. Ja! Slim! Ja, die was af. Leef je nog? Nee, ik ben dood. Ook valt hierbij op dat de kandidaten allemaal een kleurhelm op hebben. De kleur groen kan hier natuurlijk heel makkelijk leiden naar de mol. Want de mol heeft natuurlijk altijd een groen scherm. Verder is natuurlijk ook nog steeds geen briefgeld te zien. Een reden hiervan zou kunnen zijn dat we dit jaar een soort online pot hebben. In de vorm van digitaal geld. En dit is dan weer te linken naar Daniel Verlaan, zijn beroep. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met crypto, hackers en dat soort dingen. Dan gaan we naar opdracht 2, die heet de propvol. Soy begint te praten over een ander beest dan een aap. Omdat ze er misschien niet meer hebben tot hun beschikking, zegt hij. Aan de ene kant is dit natuurlijk best verdacht. Want het is wel bedoeld als een aap. Maar aan de andere kant kan dit natuurlijk ook een goede anti-molactie zijn naar Soy. Want het is wel mogelijk dat de kandidaten niet alle dieren tot hun beschikking hadden. Dus we gaan niet meteen uit dat het een aap is. Het kan natuurlijk ook een ander beest zijn. Maar misschien hebben zij niet alle beesten die, weet je wel. Nee. Verder begint hij ook gek te praten bij een verkeerde muurschildering. En daarom verdenk ik na deze opdracht Soy ook wel als potentiële mol. En hierbij sluit natuurlijk ook aan dat de mol waarschijnlijk in het groepje zat van het foto's maken. Omdat je als mol natuurlijk uiteindelijk dingen met het geld kan doen. Dus proberen geld weg te fotograferen. Dan was er ook nog iets geks bij, bij het groepje van de props. Dat is namelijk dat ze in plaats van een vogel een vis als aanwijzing geven. Terwijl je best wel even goed rond kan zoeken naar een vogel, lijkt mij. Zeker dat je niet zomaar een foto gaat maken van een vis, terwijl er helemaal niks van een vis te vinden is op een muurschildering. Dat was vrij verdacht bij het propsgroepje. Als we nou die snavel van die vis gebruiken, dan doen we die kleden over die vis heen. Dat vind ik best goed bedacht. Dan nog even iets heel opvallends. We zien namelijk dat Sander vooral bezig is met de letters zoeken. Dus de M, de E en bladibladibla. En aan het einde van deze opdracht, als Rick weer aan het praten is tegen de kandidaten, zien we een letter M rechtop staan. Is dit de kunstgreep van Sander? Ik heb het nu! Ja, maar luister, we mogen... Kan ik maar één kist lood geven? Dan nog even iets anders over deze opdracht. Als we namelijk op de achtergrond kijken van de letter M, zien we ook een trap die in de vorm van een A staat. Dan kan je natuurlijk ook nog naar leiden dat Mol Anke de mol is. Of Aniek. Dat kan natuurlijk ook nog. Ook nog even een nutteloze hint bij deze opdracht. Als Rick namelijk praat tegen de kandidaten, zien we een pijl wijzen naar Aniek. En een pijl, ja, weet je, wijst dit ons de mol aan. Dat mogen jullie duidelijk aan ze maken. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan nog even de biechttijd van de kandidaten. Hierin valt namelijk op dat Ranomi vrij weinig biechttijd heeft. En Jurre weer heel erg veel. Mij lijkt Jurre dus geen goede mol op dit moment, kijkend door de ogen van de makers en de productie. Je gaat Jurre laat je het spel uitleggen. Waardoor de mol minder hoeft te biechten, minder in beeld is en dus ook minder verdachter wordt gemaakt voor de kijkers. En Ranomi valt hierdoor juist heel erg op, als mol zijnde. Daarnaast worden Daniel en Nabil ook iets verdachter, aangezien zij ook niet heel veel in beeld zijn tijdens deze aflevering. Ik heb ook nog even een schema voor jullie, dat staat nu ergens hier in beeld. Daarin zie je van de vorige aflevering alle biechttijden van de kandidaten, hoeveel secondes. En ik zal ergens aankomende week op deze theorie nog een beetje gaan aanhaken met de precieze seconden van de kandidaten uit aflevering 2. Dan gaan we nog even naar de eliminatie kijken.
Als vrouwtje haar rode scherm krijgt, dan valt het heel erg op dat Soy een erg acterende blik heeft. Het lijkt zelfs alsof hij een beetje moet lachen met zijn handen voor zijn mond. Hierop kun je ook nog iets nutteloos linken, dat is namelijk dat hij zijn handen in een soort... M-vorm houdt. Ik deed het niet goed, maar in de vorm van een M. En, nog iets opvallends wat gevonden is, als we namelijk achter Rick kijken tijdens de eliminatie, zien we iemand lopen met wat het lijkt een blauwe helm en een veiligheidshesje. Dit kan heel goed naar Nabil wijzen, omdat hij een blauwe helm op had tijdens opdracht 1. Ja, het elkaar. Pakken. Spreiden. En hij verwees ook in aflevering 1 naar iemand in een geel veiligheidshesje. Er staat op de gast nog met een gele vest, dat kan ook nog zijn. Zie je dat? Geen idee of het een goede hint kan zijn naar Nabil, maar we zullen het gaan zien. Jurre. Om de video dan af te sluiten heb ik nog even een hint over de leader. Remco op Instagram zegt namelijk dat als de groepsfoto aan het eind van de leader wordt gemaakt, dan zien we dat Nabil met zijn hand voor zijn mond gaat. En dit kan misschien best wel een goede aanwijzing zijn naar mol Nabil, van ik mag niks zeggen want ik ben de mol. Wow. Goed, ik hoop dat je veel hebt gehad aan deze video. Laat in de comments weten wie jouw mol op dit moment is. Aanstaande dinsdag maak ik weer een iets uitgebreidere hints en theorieën video. Abonneer snel mocht je het nog niet gedaan hebben, dan blijf je elke week op de hoogte van alle nieuwe Wie is de Mol hints en theorieën video's. En dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Laters.